Wonderlijk toch? Een Aziatisch visje van enkele millimeters dat voor 70% genetisch overeenkomt met de mens. Net als wij is ook dit diertje gewerveld en heeft het een hart, hersenen en nieren. Dat maakt hem een geschikt proefdier om onderzoek te doen naar menselijke ziekten. We zijn hier in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar is een zebravissenlab met duizenden visjes. Sommige met een oogafwijking, andere met aanleg voor de ziekte van Parkinson, hartkwalen of dementie. Hoe gaat het onderzoek met deze visjes in zijn werk? In elk van deze bakken zit een specifieke vis met een specifieke afwijking aan bijvoorbeeld aan de hart of aan de hersenen. Voor het onderzoek gebruiken we de jonge larfjes van deze vissen en daarvoor pakken we een mannetjes- en een vrouwtjesvis. Die zetten we bij elkaar en die leggen dan per week ongeveer 200 eitjes. Wat gebeurt er met deze eitjes? Zodra het mannetje de eitjes bevrucht heeft, begint de groei van het embryo. En na ongeveer 24 uur is er dan een klein larfje en die hebben al een kloppend hart, een bloedsomloop, een simpel immuunsysteem en zelfs een simpel breintje. Bij mensen duurt dit natuurlijk veel langer. En wat doe je met deze larfjes? Nou, daar ga je als onderzoeker mee aan de slag. Er worden steeds meer van deze zebravislarfjes gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, ook in Nederland. In deze warmtekast bewaren we de larfjes die we gebruiken voor het onderzoek. En in elk van deze schaaltjes zit een heleboel van deze larfjes. En die gebruiken we momenteel voor onderzoek naar hersenziektes. Wat is het voordeel van werken met zebravisjes? Je brengt op deze manier een enorme verfijning aan in de dierproef. Doordat de zebravislarfjes doorzichtig zijn, kun je alle organen volgen zonder dat je het diertje hoeft aan te tasten. In zoogdieren is dat veel moeilijker te realiseren. Wat ik persoonlijk heel prettig vind is dat dit je een enorme tijdswinst geeft als onderzoeker, omdat je al na 24 uur aan de slag kan. Wat maakt het werken met zebravisjes zo bijzonder? Dat ze doorzichtig zijn, dus je kunt ze bekijken zonder ze te hoeven openmaken. En we kunnen dan cellen volgen in levende visjes door ze een kleur te geven. We kunnen bijvoorbeeld immuuncellen groen maken en hersencellen roze. En stel nou dat bijvoorbeeld een aantal hersencellen doodgaan, dan kunnen die groene immuuncellen, die ruimen die roze cellen op. Dat kunnen we dus over de tijd volgen en dan kunnen we bijvoorbeeld zien dat die roze hersencellen een dag later opgeruimd zijn. Merken de visjes daar wat van? Nee, de visjes merken hier niks van. Ze hebben in feite ook geen kleur. Ze krijgen een kleur door ons eiwit, wat ook een speciale soort kwallen een groene kleur kan geven. Het geeft pas een kleur op het moment dat we speciaal licht erop schijnen. En we hebben wetenschappelijk vastgesteld dat vissen hier geen hinder van ondervinden. In tegenstelling tot mensen zijn zebravisjes geen zoogdieren. Daarom blijven muizen, ratten en andere zoogdieren nodig voor sommige wetenschappelijke onderzoeken. Dat neemt niet weg dat zebravissen onderzoekers goed helpen. Met name om naar het gedrag van cellen te kijken. Op die manier zijn zij in staat om ingewikkelde processen te ontrafelen.